Maar de plannen zijn wat gewijzigd. Juist, want ja. Ik heb een, gisteren een plekje op mijn rug ontdekt. Ja, het is een raar plek, het is onrustig, het doet ook een beetje pijn. Dus ik wil dat toch graag laten onderzoeken. Hier zit ze op straat. Een spelletje te doen. Ja. Die hoeven niet naar het ziekenhuis. Nee. Kijk, wat is dit? Kun je hier doorheen? Je moet er nog zien te komen. Dit blijft toch echt super. Ja, blijft leuk, hè. Oh, er kan politie aan. Ja, die houden de boel wel strak in de gaten. En inderdaad, we gaan varen. Ja, Kees en Theo kunnen het natuurlijk niet laten. Nou, mocht het echt misgaan, dan hebben ze volgens mij reddingsvesten genoeg. Maar ik heb er wel vertrouwen. Pa, dit is toch weer lachen. Oh ja, die kregen we er ook nog bij. Maar vanochtend stopte aan de andere kant van de camper een auto. En er komen twee meiden uit. Ja. En twee jongens gekleed. En die waren schaars gekleed. Ja. We kregen rode oortjes van. Ja, ja. Ik nou, dat heb je niet zo gauw als je 75 bent, hoor. We komen er weer aan. Ik klaar voor avontuur. Op wielen of op water. Achter de roer of stuur. Wat komt er op ons pad? Dan gaan we weer beleven. Met camera in de hand. Door stad en land. Soms zit het mee. Soms zit er even tegen, maar we komen er zwaar op de volgende bestemming. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Sit back and relax en geniet met ons mee op dit prachtige avontuur dat we beleven in Turkije. We zijn wakker geworden na een ijskoude nacht aan het Saldagolu-meer. Een werkelijk prachtige omgeving en we staan hier helemaal alleen. Nou ja, niet helemaal alleen, want de schattige zwerfhondjes weten ons bij het openen van de deur alweer te vinden. En dat het flink gevroren heeft, dat kan je wel zien. Gees. Gunaiden, Theo, B. Ja, heerlijk rustig slapen. Het is stil hier. Het is heel stil en heel donker, maar het was minder donker doordat het volle maan was. En dat was wel heel fijn, want we zijn hier als enige. Maar het is hier prachtig. Oh, het is een soort van Malediven gevoel. Dit meer is een van de grootste en diepste meren van Turkije. En is beroemd om zijn heldere azuurblauw water en witte zandstranden. Het Saldagolu-meer is ontstaan door geologische processen. De helderheid van het water wordt deels veroorzaakt door de mineralen in de omgeving, met name magnesium, dat het water zijn kenmerkende blauwe kleur geeft. Ik heb net een toiletje geleden, er zijn er voorzieningen ook, ik kan water bijvullen. Ja, want hierachter dus, is eigenlijk, misschien kun je het zien daar met het tentje, is eigenlijk een camping. Nou, alle campings zijn hier in dit gebied gesloten, dus ja, je moet wat. Maar dit is niet heel veel slechter wat we terugkrijgen. Dat is perfect. Koude nacht geweest. Het was onder het vriespunt. Je zag het aan de gebarsten leiding van het irrigatiesysteem van hierachter. Ja. Maar dat was bevroren. En dat spoot water, maar dat gaf een prachtig... Ja, ik raak daar helemaal in extase als ik zulke soort dingen zie. Die plaatjes. Dus ik hoop dat jullie daar weer van genoten hebben van de ochtendscène. Dat jij hier met jouw hondenvriendjes alvast even naar de waterkant liep. Maar het is genieten. Had jij gedacht, pa, dat Turkije... Zo mooi zou het kunnen zijn. Nee, ik zag er een beetje tegenop. Ik denk, veel mensen, hoop herrie en minder natuur. Maar hij zag alleen maar bazaars voor zich waarschijnlijk, all-inclusive resorts. Die zijn er ook. Ja. Maar dit is de andere kant. Kijk eens waar wij staan hier. Als mooi. Enige met de zon die vanmorgen hier is opgekomen. Achter de bergen vandaan. Gisteren een hele mooie rit gehad door zo'n vlakte, zo'n hoogvlakte. Ja. Dat is ook schitterend mooi. Ja, het is heel veelzijdig landschap en we gaan nog veel meer zien. En de plannen waren eigenlijk om richting Kars te gaan. Ja. Het is ook een heel mooi havenstadje. Maar de plannen zijn wat gewijzigd. Juist, want ik heb gisteren een plekje op mijn rug
ontdekt. En dat is een ja, onrustig moedervlek, is dat volgens mij. Ja. Moet ik zeggen dat ik niet eens weet of dat een moedervlek was. Ik denk het eigenlijk wel, want ja, achter op je rug, hoe vaak kijk je daarna? Het is een raar plek, het is onrustig, het doet ook een beetje pijn. Dus ik wil dat toch graag laten onderzoeken. Want nou ja, dat kan zomaar een melanoom zijn of iets natuurlijk. En daar wil je op tijd bij zijn. Het is natuurlijk even schrikken, maar ja, we gaan naar een goed ziekenhuis in Antalya. 150 kilometer. Ja, dat is hier 150 kilometer vandaan. Twee uur rijden. Maar ik wil even rijden naar een goed ziekenhuis toe waar ja, een beetje volgens Europese standaarden gewerkt wordt. En ik heb gehoord dat dat een redelijk goed ziekenhuis is. En dat je daar ook zo kan binnenlopen. Dat is heel anders dan in Nederland. Ja. Als je daar naar een dermatoloog wil, dan moet je een tijd van tevoren... Eigenlijk eerst naar huisarts. Dan pas een doorbegeleiding of een doorverwijzing naar een dermatoloog. Hier werkt het anders en schijn je zo binnen te kunnen lopen. Dus dat gaan we doen. De plannen zijn iets veranderd. Ik denk dat wij, als ik het onderzoek heb gedaan... En ik hoop natuurlijk dat ik er even om, want ik heb een partij koude klengels. Nou, het is koud, hè? Oh. Het is rond vriespunt nog. Ja, het is rond vriespunt, maar... Maar ja, ik hoop natuurlijk dat het allemaal meevalt. En als dat niet meevalt, ja, dan zien we het wel weer. Hoe de reis dan gaat verlopen. Maar we gaan uit van het positief. Maar ik wil het wel onderzocht hebben, want... Kun je het niet laten zitten, nee. Nee. Ja, als je in de tijd op pad bent, dan of je snijdt je met scheren. Ja. Of je vindt iets op je rug. Dat kan natuurlijk gewoon gebeuren. Er staat de ergste nog mis, maar wat op je rug, dat is even afwachten. Hey, Trixie is weer terug! Hey, Trixie! Trixie was even een uurtje de berg in. En die heeft het prima naar de zin gehad, zo te zien. En dat duurt vaak even, maar dan keert ze toch weer terug naar de basis. Want ze kan het baasje toch niet missen. Rustig, rustig. Zo. Nou, we kopen wel weer nieuw, hoor. Zo. Voordat we vertrekken, geef ik de zwerfhondenfamilie nog even wat krachtvoer, zodat ze er hopelijk weer even tegenaan kunnen. Veel meer dan dit kunnen we helaas niet doen. Wat hebben onze ex-zwerfhonden dan een mooi leven gekregen? En we proberen van iedere dag weer een feestje te maken. Met een lichte spanning in mijn lijf zetten we koers richting het ziekenhuis in Antalya, dat een dikke 150 kilometer verderop ligt. We rijden nog even een rondje om het sprookjesachtige meer. En reken maar dat hier in het hoogseizoen het een drukte van belang is. In deze omgeving vind je veel marmergroeven. Turkije is dan ook de grootste exporteur van marmer ter wereld en zorgt voor heel veel werkgelegenheid. Deze man is gezellig op pad op de brommer met zijn hond tussen zijn benen. De weg naar Antalya is heel mooi en grillig. En al rijden we over de snelweg, er is heel veel moois te zien. We rijden Antalya binnen, dat bekend staat als de grootste internationale badplaats van Turkije. Gelegen dus aan de Turkse Riviera. Het is een drukke stad, maar dat is niet zo gek, want er wonen hier 1,5 miljoen mensen. Nou, we zitten weer in een drukke stad. Vanuit de bergen? Ja, vanuit het schitterende natuurgebied. Ja, in de bergen. Genoten van die route. Ja, dat is heel mooi. Ja. En waar zitten we nu? We zitten in Antalya. Antalya, in een grote stad, met heel veel auto's. Ja, het is drukte van belang hier. Maar het ziet er heel aantrekkelijk uit. Ook maar het is niet chaotisch, of wel? Ja, niet stad. Chaotisch, maar wel druk. Maar kijk eens naar de Spanjaarden. Ja. En weet je hoeveel graden dat is? Ja, het is 19 graden op dit moment.
19 graden. Ja. En vanochtend was het nog 0 graden. 0 graden, ja. Ja. Triks. Echt waar, hoor. Maar, ja, dus nu even op zoek naar het ziekenhuis. Dat is over 700 meter. Nou, de buurman die is ook onderweg. Ja. Als de straat breed genoeg is. Ja, dat is altijd maar de vraag, want je slaat zo'n straat. Kijk hier, ja. Bennett, met zijn... Ja, maar ik ken wel in dit geval. Als ja, zij er met kinderen doorheen kan, dan lukt mij dat ook. Ja, ja. Oh, dan ligt de straat open. Ja, ja. Maar daar kunnen we wel omheen. Ja, met moeite. Met moeite, inderdaad. Kijken we deze man er doorheen. Zo. Nou, hey. Netjes, Kees. Netjes, hè. Hier zit ze op straat. Een spelletje te doen. Ja. Die hoeven niet naar het ziekenhuis. Nee. Kijk, wat is kun je hier doorheen? Ja, net. Ja. Die denken, wat doen jullie hier met die camper? Ja. Ja, dat vragen wij ons ook al. Ja. Je moet er toch zien te komen. Ja, maar dat gaat wel lukken. We hebben een parkeerplaats voor de camper gevonden naast het ziekenhuis. En pa wacht daar met de honden even op me. Je mag weten dat ik het best wel spannend vind om in Turkije naar een ziekenhuis te gaan. En ook wat ze straks zullen gaan zeggen. Als het foute boel is, zal onze reis er straks heel anders uit gaan zien. Het eerste contact met het ziekenhuis stemde me wel wat gerust en ik krijg zelfs een tolk mee die de vertaling doet vanuit het Turks naar het Engels. Dat is wel fijn met al die medische termen die ik straks zal gaan horen. Ik word naar de afdeling dermatologie gebracht en na een half uurtje wachten ben ik al aan de beurt. Om dit plekje gaat het dus. Het lijkt klein, maar het kan echt wel een boosdoener zijn. Na onderzoek van de dermatoloog blijkt het te gaan om een kleine, goedaardige tumor in een ader, die waarschijnlijk vanzelf weer verdwijnt zonder behandeling. Ik ben weer gerustgesteld en word zelfs nog uitgezwaaid door mijn knappe en superaardige tolk. Op naar mijn pa, want die maakte zich toch ook wel een beetje zorgen en hij wacht op me, samen met de honden, in het zonnetje op de parkeerplaats. Zo, ik ben weer ontslagen uit het ziekenhuis. Ja, met goed nieuws. Met goed nieuws inderdaad. Ja. Gelukkig. Het is niet wat ik dacht, een onrustige moedervlek of een melanoom. Dat kennen jullie vast wel, daar moet je echt wel mee uitkijken. Dat moet je niet verwaarlozen. En dat dacht ik eigenlijk wel aan, dat dacht je ook wel aan. Het zag er niet zo goed uit, vond ik hoor. Maar het is wat anders en wat het nou precies is, dat ben ik nog niet helemaal achter. Maar dit is de foto en het enorme ingewikkelde woord erbij. Ik ga dat nog eens even goed uitzoeken. Misschien dat jullie het weten. Ja. Maar het kan geen kwaad in ieder geval. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ze hebben met een speciale lamp onderzocht, toch? Speciale lamp kunnen ze dat zien inderdaad. Dus ik ben weer gerustgesteld en supergoed geholpen hier in het OFM ziekenhuis. Ik heb eerst via WhatsApp contact gehad met iemand die in Nederland zit. Want je hebt ook een vestiging van OFM volgens mij in Den Haag. En die man heeft contact gelegd met dit ziekenhuis. Dan komt er een tolk. En die doet dan weer de vertaling tussen de dermatoloog. Nou, dat is echt geweldig. Het is een privé ziekenhuis. Kostte me €100. Ja, normaal gesproken kostte dat €300. maar omdat ik contact had gehad met die man in Nederland, kreeg ik korting. Nou, om het geld gaat het even niet. Maar ik ben hartstikke blij dat ik geholpen ben. Ja toch, dan kunnen we weer verder met haar. Ja, je gaat toch een beetje zorgen maken dat je denkt, hoe gaat het verder met de reis? Ja. Nou, we kunnen weer door naar de volgende bestemmingen. Hoppa, en daar hebben we heel veel zin in. We rijden iets verderop naar een parkeerplaats, gelegen aan het strand van Antalya. Nou, we hebben weer een mooi plekje gefixt. Het is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Ja, daar is een zee. Ja, hier hebben we een boulevard. Ja, het is hartstikke druk op dit moment. Want ik had net wat tijd over. Ik zat even te wachten op de dermatoloog. En ik had natuurlijk mijn eigen tolk. Nou, hartstikke leuk gesprek. Een leuke dame. Ja. Die zei van ja, het is hartstikke druk nu. Want het is vakantie. De Turken hebben vakantie. Nou, dat zie je hier. Want op het strand is het hartstikke druk. Het is wel een tijd dat veel mensen weer naar huis gaan. Dus ik denk dat straks dit parkeerterreintje uitgestorven is. Het was mooi weer vandaag. Ja, dus die combinatie maakt dat het hier echt hartstikke druk is. Maar wel gezellig. En ik denk dat je hier mag overnachten, zo niet, dan horen we het wel. Ja. Thank you.
gaan vandaag op verkenning in Antalya. En dat gaan we doen per fiets. Geneiden Theo B. Ze zitten klaar. Ze zitten klaar inderdaad, ja. Heb jij er zin in, Chico? We gaan even een stukje fietsen. Trixie heeft er ook zin in. Ja, die zit altijd tweede rang. Iets. Heb jij er ook zin in? Ja. Nou, dat is een tijd geleden, pa. Dat we hebben gefietst met de hondenfietskar. Nou, dat is zeker lang geleden, hè. En maar zo wist je precies het moest, hè? Chico ligt er al helemaal klaar voor. Klaar om Antalya te verkennen. We hebben trouwens een prima nacht gehad hier op de parkeerplaats. Met uitzicht op de boulevard, het park en daarachter het strand. Echt een toplocatie. Het was wel heel druk hoor, met verkeer. Je hoort het nu ook wel. Die weg maakt wat lawaai. Auto's gaan af en aan hier. Een soort van doorgaande weg. Tot 11:30, 12:00 gisteravond was het feest. Maar toen we gingen slapen was het lekker rustig. En vanmorgen stonden we op. Lekker de honden uitgelaten op het strand. Dat is het goede leven van de Turkse Riviera. Want ja, daar zijn we nu. En dat is te merken. Het zonnetje is lekker aan het stijgen. Ik sta hier in mijn truitje. Dun truitje. Dat is eigenlijk al genoeg. En ik denk later vandaag gaat het t-shirtje aan. Dus dat is wel eigenlijk ook een beetje waar we voor gekomen zijn. Natuurlijk voor het lekkere weer. Dus dat wordt genieten. Er wordt wel wat gefietst hier. Dat is eigenlijk voor het eerst dat we dat zien. Dat zal rondom die zuidkust meer gebeuren. Meer vakantiegangen. Er zijn echt wel fietspaden. Dus we zijn benieuwd hoe dat gaat bevallen. Het is natuurlijk een ideale manier om zo een stad te verkennen. Voor ons in ieder geval, want we kunnen de hondjes lekker mee. Het is vaak supersnel van A naar B. Alleen moeten we hier wel wat bergjes op. En dan, nou, hoe het precies zit, geen idee. Google Maps gaf geen fietsroute aan. Dus we gaan het gewoon zien. We zijn wat dat betreft wat gewend. We hebben al gekke dingen gedaan met deze combinatie. En de fietsen waren echt super smerig. Want die hebben natuurlijk achterop gestaan. Wel onder een zeil. Maar ja, er komt zoveel stof en zooi daar nog onderdoor. Nou, het is echt of dat we een mudrace hebben gedaan. Dus we hebben net even een soort van halve natte lap eroverheen gehaald. Maar dat was echt, hè, die fietsen, super smerig. Oh, ja, je hebt er, hoeveel? 3.500 kilometer of zo. 3.500 kilometer achter. Ja, we hebben onderweg ook regen gehad en stof. Ja, en dat komt er toch allemaal onderdoor. Ja. Maar goed, binnenkort gaan we ze even goed afspuiten. Maar nu globaal even een natte lap eroverheen gehaald, zodat we niet helemaal verschut rijden. Ja, het is toch ideaal natuurlijk om zo'n stad te bezoeken en hondjes bij te hebben. Maar ja, kijk, en ze zijn het al zo gewend, we hebben het zo vaak gedaan. Hoor, remt hij? Remmen? Ja. Het piept niet erg? Nou, een klein beetje, maar dat komt vanzelf wel goed. Stuur zijn nog een beetje scheef. Maar de combinatie is weer top. Ja. Hebben jullie dit? Zo is het, ja hoor. Nou, dan gaan we hoor. Dan gaan we proberen. Nou, rijden we. Het blijft toch echt super. Ja, het blijft leuk hè. We blijven Nederlanders. Fietsen is gewoon top. Ja, geweldig. Dat is echt gewoon lekker de wind in je. En ze zijn zo gewend. Je merkt het. Totaal niet gestrest. Nee. Het is maar goed dat we elektrische fietsen hebben, want het is hier soms flink klimmen. We krijgen tijdens onze fietstocht een mega mooi uitzicht over de golf van Antalya. Naast dat de stad veel zonaanbidders trekt, zijn hier ook heel veel oudheden te vinden in het historisch centrum en in de haven. Ik kreeg de tip dat het zeker de moeite waard is hier een dagje te spenderen. En met het heerlijke zonnetje erbij is dat al helemaal super. Helaas vind je hier niet overal fietspaden, maar ik ben maar even op de trambaan gaan rijden, want op dit traject was het heel rustig. Aan de kust vind je op de rotsen gebouwd heel veel restaurantjes die je een meesterlijk uitzicht geven. We stoppen hier even voor wat lekkers. Het oude centrum van de stad is levendig. Al zijn er nu natuurlijk weinig toeristen. Jammer natuurlijk voor de handel, voor de vele souvenirswinkeltjes. Window,
komen aan in de Oude Haven. En hier vind je ook het kasteel van de stad, dat prachtig gelegen ligt. En ook hier is het water heel helder met prachtige kleuren. We zijn in de haven van Antalya. Het is hier echt prachtig. Achter je de oude stadsmuur. Kees, nooit geweten dat het hier zo mooi is. Sorry? Omdat we gaan varen, staan die fietsen wel veilig, denk ik. Oh, daar komt politie aan. Ja, die houden de boel wel strak in de gaten. En inderdaad, we gaan varen. Ja, Kees en Theo kunnen het natuurlijk niet laten. De honden ook niet. Dus ja, er zijn best wel een aantal boten nog die in de winter doorvaren om toeristen een leuke ervaring te geven. Nou, voor omgerekend 8 euro gaan wij 3 kwartier mee met zo'n toeristenboot. Ja. Dat moet je ook afgevinkt hebben. Nog nooit gedaan. Nee. In de zomer barst het hier natuurlijk van toeristen. Ja, dan gaat het af en aan. Je kan ook 2 uur op pad gaan. Sorry, je hoort hier trouwens, er is iemand aan het zagen. Dus dat geluid hoor je. Maar je kan ook een 2 uur durende watervaltour doen. Nou, die slaan we even over. Maar wat leuk is dat de honden ook mee mogen. Nou, dat hebben we toestemming voor gevraagd. Er zijn toch nog een heel aantal toeristen die meegaan. En wij gaan als laatste aan boord met de honden. Nou, mocht het echt misgaan, dan hebben ze volgens mij reddingsvesten genoeg. Maar ik heb er wel vertrouwen. Pa, dit is toch weer lachen. Daar zit je dan. We gaan straks vertrekken. We worden beneden neergezet, want boven zitten de mensen zonder hond. Ja. Volgens mij kan je ook nog wat drinken fixen. Nee. Ook hier hele vriendelijke mensen. Ja. Dus ik denk dat wij gewoon even een pilsje gaan nemen. Tuurlijk. Een toerpilsje. Ja. Ja. Ja, we moeten het er toch van nemen. We moeten een beetje van het goede leven genieten. Nou, dat zijn we volop aan het doen, want ook vandaag zijn wij weer... Ja. Aan het genieten, hè? Een bijzondere dag. Ja, weer. Iedere avond vaak kaartenwijs, zoals jullie weten, het beste. Maar dat is ook een beetje een mooie tijdstip om even de dag. Nou ja, eigenlijk. Nee, want er komt niks van terecht. Nee, maar wel de dag te evalueren. Want iedere dag maken we bijzondere dingen mee. En dan doen we even tijdens het kaarten zelf. Eigenlijk was dit bijzonder. Was dit, hè? Dat je wel in het nu leeft. Nou ja. Dat, en de volgende vanavond tijdens kaarten gaan we dit weer bespreken. De volgende ochtend hebben we ook vaak inspiratie. Inspiratie, worden we wakker, zeggen we, dit gaan we doen. We hebben het uiteindelijk toch voor elkaar. We werden ergens in de schaduw neergezet, achterin. Maar ja, goed, je moet ook soms op zoek gaan naar je eigen kant, hè? Ja, daarop. Dus we zitten nu voor op de boeg. Niemand heeft last van ons, maar wel het mooiste plekje. Trix op de boeg, Theo op de boeg. Chico en Russen. Chico op de boeg. Oh ja, die kregen we er ook nog bij. Herrie maken, ja, daar houden de Turken wel van. We zijn vertrokken en varen de haven uit voor een lekker vaartripje. Onderweg wordt er gestopt op een aantal mooie plekjes. Ja. De prijs van het boottochtje viel op zich wel mee. Ik heb nog wat afgedongen. Dat is zo 9 euro per persoon. Dus ik denk, ik haal even 2 pilsjes. Ja, die zijn eigenlijk net zo duur als het hele boottochtje. Ja. Toch weer gepakt. Niet afgedongen. Nee. Gedongen. Gedongen, nee. Nee. Ik denk voor die pilsjes, maar ja, dat had ik toch weer moeten doen. Ja. Je ziet het. Ja. 400, dus dat was 12 euro voor 2 pilsjes. Ja, maar dat betaalde ik ook voor een fles Suderans. Voor een fles Suderans, ja, inderdaad. Dus, van de week in Pamukkale. Ja, een hele aardige mensen, maar zijn ze allemaal. Zijn ze allemaal aardig. Heel aardig. Maar ze moeten ook wat verdienen, dus... Maar, ik gun proost. Het ook wel, hoor. Zo is het. We zitten hier lekker in het zonnetje voor op een toeristenboot. Moet je ook afgevinkt hebben. Deze meiden hebben meer oog voor Chico en Trixie dan voor de omgeving.
Gunijn en Theo B. Ja, dankjewel Kees. Morgen. Koffie, nou kunnen we wel gebruiken. Is ook wel nodig, het is een onrustige nacht. Ja. Vannacht om 1:30 stopte een auto hiernaast. Ja, dat heb je op een parkeerplaats natuurlijk. Ja, dat heb je wel eens. En 4 man eruit. En deuren die ze openstaan, muziek keihard. Niet de muziek waar wij echt van houden. Turkse slagermuziek. Ja, oordopjes. Ja, je denkt, wat liggen er voor accessoires naast Theo? Maar dit zijn oordopjes. Ja, nou. En die hadden we nodig. Ja, nou, dus heb ik al aardig geslapen daarna. Maar vanochtend stopte aan de andere kant van de camper een auto. En er komen twee meiden uit. Ja. En twee jongens gekleed. En die waren schaars gekleed. Ja, het was eigenlijk een soort stereobeleving. Ik weet het ook niet. Het was eigenlijk eerst hier. Ja. Vannacht en daarna gebeurde vanmorgen weer daar weer wat. Ik weet niet meer, ik kreeg rode oortjes van. Ja, ja. Ik nou, dat heb je niet zo gauw als je 75 bent hoor. Het was heel raar, hè? Het was heel raar. Het was heel raar, ja. Ja, ja. Maar ja, het was wel gratis entertainment. Je lag hier in bed en het gebeurde voor je. Ja, maar jij ging hem kijken, Kees. Ja, ging ze even stiekem kijken. Ja. Zij verdienden volgens mij niet de geld bij de bakker. Nee, dat weet ik wel zeker. Om broodjes te verkopen. Nee, hele andere broodjes. Ja, ja. Maar dat is morgens vroeg, joh. Dan ben je toch, want daar waren stond te springen, te dansen, raar te doen. Om 7:30 al. Om 7:30, dus ik denk dat die doorgetrokken hebben, hoor. De nacht. Zeker, ja. Die hebben geen oog dicht gedaan. Ja, nee, vreemd. Heel vreemd, hè? Trix vonden wij wel raar, hè? Ja, dat is een beetje raar, maar goed, zo maak je nog eens wat. Maar dan maak je op de middelweg niet mee, hè? Nee, zo'n soort dingen als dit. Nee, kan je gebroken nacht hebben gehad? Ja. Maar dat halen we wel weer in. Ja. Vanuit Turkije gaan we over naar de actualiteit. Want inmiddels zijn we weer thuis en heeft Paar zijn buren heel wat verhalen te vertellen over onze avonturen. Hé, de moskee nog koffie op ook? Ja, koffie is niet te drinken. Nee, ik ben in Gorinchem eens een keer in de moskee geweest. Want een van die jongens die zat op mij in de leerschool en die had een brandbom had hij naar binnen gegooid in die moskee. Oh ja. En toen ben ik, wij natuurlijk veel moslimklanten. Ja, ja, ja. En toen ben ik daar terug geweest, wezen praten. Ja. En toen kreeg ik koffie, dat weet niet te zuiken. Nee, is niet te drinken. Nou, ik moet wel zeggen, vreselijk gasvrije mensen. Ja, ja. Overal krijg je thee. Nee joh, maar we zijn in Bosnië geweest. We hebben 13 lammen gehad. Ja. Dat is echt de belevenis van je leven hoor. Die massage bij die Capri maken. En gelijk die neusharen eruit. Oh. Nee, het was een super belevenis. En nu ga je daar pas terug. Het is ook best wel eens vermoeiend natuurlijk. Maar het is echt zo bijzonder geweest. Maar, en de Cappadocia, weet je wel, met die ballonnen. En we stonden daar met die camper. Nou, als je van de hand eraf afgeschoten had, had hij gelijk 150 meter beneden gekledderd. Ja. Met wie stond jij nou te praten? Met de buurman. In uw lekker land? Ja, ja, iedereen vraagt natuurlijk, Theo, hoe was het? En ik heb al wat gezien, maar gisteren ook een andere buurman, dus de mensen die naast staan, dichtbij zijn, ja, die ga je dat vertellen. En de rest moeten we naar de vlog kijken. Naar de vlog kijken. Maar inderdaad, je ziet het misschien al aan onze natte jassen en aan het druilerige weer. We zijn gisteren weer teruggekomen na bijna 2 maanden reizen hier in Ulekland. En wat hebben wij een gave reis veel meegemaakt. En iemand die veel reist, die kent ook veel verhalen. Dus ja. En dan ga jij weer een vlog doen. En laat ik dat nou allemaal gefilmd hebben. Nou, jullie hebben natuurlijk al het eerste gedeelte gezien van Turkije. Maar er gaat nog heel veel aankomen. En ik kan je verzekeren, dat zijn dingen die je niet op televisie ziet. Nee, nee. Het is ongepolijst wat wij afgelopen tijd hebben meegemaakt. We moeten nog even laten bezinken. Ja, ja. Maar om een voorbeeldje te noemen. Noem eens wat. Nou, die dronken politieagent in functie die ons aangereden heeft. Dit is wel het gekste wat we ooit hebben meegemaakt. Ja. We zijn 3 minuten in Albanië. Er rijdt een politieagent tegen ons auto aan. En uiteindelijk zijn er 5 agenten bij geweest. En niemand neemt schuld op zich. Terwijl die ouwe, dat was een driftkikker, die wil niet betalen. Hij heeft zo'n rode kop, dus waarschijnlijk ook nog gedronken. Nou, dit is de weg naar het politiebureau. Ik ben zo benieuwd hoe dit afloopt. Misschien moeten we alleen terugrijden, Kees. Ja. Dat ze mij arresteren. Ja. Omdat ik gisteren weggereden.
wij op het politiebureau werden we moesten... Niet te veel vertellen, maar inderdaad, dat jaar in Albanië. Ja, ja, we zijn gelanceerd op een op een treinovergang. Nou, dat was een klap aan het leek wel een springschans. Ja, dat de wegen hier iets minder geplaveid zijn dan dat we gewend zijn. Blijkt wel uit dat we net een spoorlijn overgingen. En dat was een aardige hobbel. Zo. Dus het is één grote chaos in de camper. Hier is alles gevallen, hier uit de kastjes. Er moet er een bordje staan, 20 kilometer of zo. Ja, dan moet je de burgemeester even bellen. Ja. En raken we van het padje en komen we in een hele diepe put terecht. Oh, er lekt iets onder de camper. Oh. Wat is het nou? Je zit in een put. Oh nee. Ja. Hoe dan? Ja, en zijn we op een weg beland die eigenlijk alleen voor een 4x4 voertuig bedoeld is. Ja. Richting een dam. Dat was veel te gek, Kees. Vast. Oh, jongens. Dat was te gek. Jij was er niet blij mee. We hebben even een soort van, nou, geen ruzie gehad. Het was even niet gezellig. Ja. Ja, dat heb je ook. Hè? Ik vroeg of Kees zich realiseerde dat het gewoon een camper was en geen 4x4 voertuig. Ja. Maar goed. Je neemt wel eens een keer een verkeerde afslag. Dan kun je daar rijden. Kijk hier, die spleet in de weg. We kwamen uit Montenegro, wilden we Kroatië in, mochten we de grens niet over. Nou, terug de EU in. Ja, we kwamen dus de EU niet meer in. Maar ja, we moesten wel. En nu rijden we weer terug naar Montenegro. Nu maar hopen dat we daar naar binnen komen, want we zitten nu in een soort no man's land. En wat hebben we toen gedaan? De berg in, met Bosnië, de berg in en de volgende... Oh, nog niet te veel vertellen, pa. Nee, je wil gelijk losbarsten. Ja, mensen moeten dat maar gaan bekijken. Ja, dat was ook een heel spektakel. Hoeveel kilometer we precies hebben gereden, dat laat ik nog even over het einde van deze roadsoap. Want vanaf nu ga ik het roadsoap-serie noemen. Ja. Wat is een leuke prijsvraag? Je kunnen jullie raden hoeveel kilometers we hebben gereden in totaal. Dus nog niet nu, maar dat komt aan het einde van deze serie. En ik kan je beloven, je gaat geen spijt van krijgen dat je het gaat kijken. Dit is één grote avontuur. Maar we moeten nog even aan het zuurstof. Maar wat ook leuk is, is dat vanaf nu 2 keer per week de vlog wordt uitgezonden. Dus het gebruikelijke zondagochtend 10 uur momentje. Hè? En woensdag. En woensdagavond 8 uur komt terug. Ik ga mijn best doen om weer 2 keer per week een vlog eruit te gooien. Ik ga me weer de tandjes werken om alle avonturen. Je hebt aardig wat materiaal natuurlijk. Ik heb aardig wat materiaal. Dus dat, ja, daar gaan jullie van smullen, denk ik. Nou, vanuit het frisse Nieuw Lekkerland gaan jullie, wat ik zeg, de aankomende weken nog genieten van heel veel ook zonnige beelden. Vond je dit nou een leuke video? Gooi even een duimpje omhoog, hè? Juist. Dat wordt massaal gedaan. Soms zit er op een video of meer dan 4000 likes. Dan denk ik, dat zijn heel veel mensen. Je zal ze op je verjaardag hebben. En heel top dat jullie dat allemaal doen. En druk dan even dat belletje in, want dan hoor je precies wanneer er dus een nieuwe video online komt. En dat zal dus zijn aanstaande woensdagavond om 8 uur. En abonneer, als je dan toch zo lekker bezig bent, abonneren. Het is gratis. Juist. Ja, nou gaan we afsluiten. Ja. Bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende bestemming. De volgende bestemming. Hoi.